Ik sta plek 2 gewoon tot nu toe. Ik stond op de ene laatste plek. Hier ben ik letterlijk geweest. Hier ben ik niet geweest. Yo mensen van Daio, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video hier op het kanaal. Mijn naam is Jorn en vandaag is het tijd voor een gloednieuwe aflevering van Geocacher. We gaan vandaag wel iets anders doen dan hoe we normaal doen. Normaal heb je 5 rondes, moet je raden waar je bent op de kaart, wereldkaart of een map die je kiest. Vandaag ga ik wat challenges doen, dus een multiplayer. Dus ga ik tegen andere mensen strijden in welk land ik ben. En later in de video ga ik nog even kijken wie het dichtst bij het antwoord zit. Gaan we kijken hoe ver we komen. Ik hoop dat je het leuk vindt. Zo, aangekomen in deze ronde van de battle. We moeten nu alleen achterhalen in welk land wij zijn. Je moet van die streepjes moeten bovenop de zitten. Waar deden ze dat ook alweer? Hongarije? Is het Hongarije? Nee. Hier. Het was één land waar ze altijd... Slowakije? Nee. Laat ik nu mijn 50-50 al inzetten? Ja. Litouwen! Hey! Volgende ronde! Let's go! Het is Aziatisch. Pyeongchang. We rijden... Links, Japan. Is het dan gewoon zo simpel als gewoon China? Nee, China is geen shit. Zuid-Korea? Yes, nice. Volgende ronde, net op tijd. Om er maar heen te kijken, Nederland. Nederlandser dan dit kan het gewoon niet worden. Dit moet hem zijn. Hey, meneer is ook blij. Ik ben toch blij dat ik die 50-50 wel gebruikt heb. Anders was ik denk niet zo ver gekomen. Dit kan weer overal zijn. Is het Europees? Voor mij wel. Kroatië. Ik zie de Kroatische vlag staan. Papa. Ik zag opeens hier op het bordje de vlag van Kroatië. Ik denk, Nederland, dat kan niet, maar... Dit is zo'n schildje in het midden, dus vandaar dat ik deze wist. De rest lijkt hem nog niet echt raar. Ik moet ook wel zeggen dat ik wel echt geluk heb dat ik dit bordje zag, anders had ik nooit Kroatië gegokt. Is dit Singapore? Want ik zie Engels erbij. Meestal als er Engels bij is, yes, is het Singapore. Nice. Als je Aziatische tekens ziet dan, en Engels eronder, is het eigenlijk altijd wel Singapore. Want die hebben daar communiceren met beide. Beide talen. Dit kan ook Nederland zijn, maar daar ga ik even niet van uit. Even kijken, de rondes... Wordt het ook steeds korter of ligt het aan mij? Ligt aan mij, denk ik. Ziet er ook alweer een beetje Amerikaans uit, maar ook weer totaal niet. Hier de meeste bandensporen naartoe. Zegt ook niet altijd wat, maar ik moet toch wat dingen gokken. Meters. Nee, ze gebruiken meters. Dus dit is... Oké, dit gaat hem worden. Staat hierop. Is het Frankrijk? Nee. Maar nee, dat is geen Duitsland. Er zit Zwitserland. Shit, wat was het? Estonië? We gaan nu eerste worden. Gebruiken kilometers, gele streep in het midden. Daar heb ik dus helemaal niks aan. Ik had te denken aan, zit er wel een beetje, ik dacht gele streep Australië. Maar Australië... Rijden ze wel aan de goede kant, dacht ik. Maar ik ga het gewoon gokken. Yes. Nee, is niet goed. Brazilië? Correct. Yes, Brazilië. Geen idee waar ik Brazilië vandaan haal, maar ik zag iets wat leek... Ik zag geen Europese streepjes op de kentekenplaat. Ik denk, dit kan niet Europa zijn. Dan maar Zuid-Amerika. Ik zie al gekke tekens staan. Veel brommetjes. Thailand. Ja, ik heb het fout. Bangladesh misschien? Nee. Dan ga ik toch de voorhand liggende India. Ja. Gewoon altijd op je instinct ingaan, Jorn. Niet andere dingen gaan doen. Loading. Volgende ronde.
Moet je niet voor ons wegrijden, dan kan ik niet zien wat op jou... Heb ik ook niet heel veel aan wat op jou staat. Maar top, deze komt overal vandaan. Bordjes zien er wel Duits uit. Nee. Het is geen Duitsland. Oké, dan weten we dat in ieder geval, die we die kunnen afstrepen. Nee, ze praten ook niet echt Duits hier, nee. Oekraïne. Nee. Wit-Rusland. Had ik maar twee levens nog? Ai. Deze was niet zo heel goed. Oké, we zijn aangekomen bij een volgend spel. In dit spel is het niet alleen het land raden, maar hier is het wie het dichtstbij zit. Dus je moet net zoals gewoon normaal geocacher moet je raden waar je bent. Nu gewoon zo dicht mogelijk op de kaart aanklikken. Dus let's go. Wat een verschrikkelijke plek om te beginnen. Ja, ik weet dat ik nog niet gegast heb. Waar lijkt deze tekst überhaupt op? Hoe moet ik hier iets van... Hier, wacht. Yes. Ik sta... Ik sta plek 2 gewoon tot nu toe. Afghanistan dan zeker. You are not... Oh, ik stond niet op plek 2. Ik stond op de laatste plek. Oké, snel. Even kijken. Real... Dit moet ergens in Frankrijk zijn. Tenminste, het ziet er heel Frans uit. Hoe komen we deze parkeerplaats af? Ik ga hem sowieso even in Frankrijk zetten. Ik lig weer op de plek dat ik er zo uitgeflikkerd word. Ben ik door? Ja. Oh, het was wel in Frankrijk. Het was bij... Pontivy. Of course, Pontivy. Oui. Dit ruikt als Duitsland. Aan de... Alt is aan de zijkant te zien. In... Aan deze woorden. Eppenberg. Maar natuurlijk, Eppenberg. Dat kan dus bij Stuttgart, Mannheim. Wil ik gewoon zeggen dat het bij Heidenheim in de buurt is? Ja man, ik zit dichtstbij. Niet meer. Ja, dichterbij dan dit ga ik niet komen. Mensen om me heen gelukkig ook niet, dus dit ziet er positief uit. Amerika. Ja, ik had sowieso niet eruit gaan. Even kijken. Oh, dat was Zwitserland. Hier ben ik gewoon geweest. Hier ben ik letterlijk geweest. Oeh. Hier ben ik niet geweest. Dit moet wel bij Mexico zijn. En dan zet ik hem gewoon in een buitenwijk van Mexico City. Niet in Mexico. Dan zet ik hem toch iets naar Colombia. Ja, top. Zeg, het moet in Zuid-Amerika zijn. Maar waar? Geen idee. Maar ik zit het dichtstbij. Ik heb hem gewoon in Colombia gezet. Hopen dat het goed is. Yes, ik ben dichtstbij. Waar was het? Dominicaanse Republiek. Oké. Oh, ik heb hem ook echt net dichterbij gezet op die nummer 2. Heerlijk. Waar zou dit kunnen zijn? Ergens waar ze bloemen verkopen. Ja, ik moet gaan gokken. Shit. Ja, ik heb het toch fout. Ja, ik zit er 4000 kilometer vanaf. Ik heb me gewoon Vietnam gezet, maar dat is het nooit. Dat kan ook niet. Nee, ik ben knocked out. Waar was het? Kazakhstan. Natuurlijk. Oké, dit ziet er Amerikaans uit. Maar ook weer niet, want ik zie nog geen Amerikaanse vlaggen. Er zit een beetje zo'n wijkje hier onderin bij Nuevo Leon. Nee. Ik sta nog niet in de danger zone, maar... Nee, ik ben door. Wat was het? Waarschijnlijk ook... Ja. Gewoon niks op aan te merken. Ja, dit. Ja. Dit ziet er ook weer uit als Australië, om eerlijk te zijn. Maar ook, het is ook Amerikaans. Is dit misschien... American Memorial Park. Ik denk toch wel iets met Amerika. Commonwealth of the Northern Mariana's Traffic Signal sinds over de island mode. Commonwealth. Ik weet het echt niet. Waarom ben ik hier best zo slecht in?
Ja, hier liggen ze letterlijk ten noorden. Oké. Okay. Jammer. Ik ben nog door. Dus ik heb ook nog 2 levens, dus dat is al helemaal goed. Ik heb een lever erbij gekregen. Dat klopt. Ook. Muziek. Nou, die is dan ook niet. Het is, ja, het ziet er Frans uit, maar de omgeving nog niet echt. Ja, en de tekst ook niet echt, nee. Ik heb geen idee. Ik ga hem hier maar ergens neerzetten. Dan zit ik in ieder geval in de buurt. Hoop ik. Ik ben door. Waar was dit? Oké. Okay. Ja, in Tunesië. Moet je maar net weten. Volgende ronde. Ziet eruit als iets Frans. Is het ook, zover als ik kan zien, talend? Nee. Ik zie Nederlands erbij staan. Dit moet dan in België zijn. Ja, begraven. Ja, dit moet ergens in België zijn. Net in het deel dat ze een beetje overgaan naar het Frans, zijn ze dan. Yes. Ik laat hem hier toch echt eerst staan. Maar ik weet gewoon niet welke stad dit is. Of is het wel gewoon dom dat ik nu. Ja, ik ben dom dat ik niet voor Brussel ben gegaan. Ik heb mijn guesses verspeeld. Ga ik hier nou echt eruit vliegen door dit? Nee, er zit nog 2,5 kilometer verderop. Oké. Okay. 2,500 kilometer verderop zelfs. Ik ben door, maar waar. Ja, het was wel hartje Brussel. Ah. Dom dat ik daar niet voor ben gegaan. Het is weer Frankrijk. Maar waar? Nog wel een beetje groen. Niet heel bergachtig. Het ziet er een beetje uit als het richting de Belgische grens is. Maar ik vind het er niet echt qua infrastructuur en qua borden niet heel. Niet heel Zwitsers uitzien. Een beetje bij Nancy in de buurt. Ik heb geen guesses meer. Dit was het dan. Ik lig in de gevarenzone. Ik ben eruit. Waar was het? Ja, andere kant van Frankrijk. Het is jammer. Jammer. Maar mensen. Ik stop er mee. Stop op je hoogtepunt, zeggen ze dan. Hè? Dit is echt een hoogtepunt uit mijn leven. Dit potje. Nee. Maar mensen, ik wil jullie wel bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet ook niet te abonneren op ons kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals ik altijd zeg, tot de volgende keer. Laters.